Daar is ze hoor. Hallo. Hallo. Dit is Livia Love Lamont. Mama, de vluchtwater is gebroken. Ik lag in bed, ik voelde opkomen. Ik ga staan in de badkamer en alles. Zwart zijn. Zo rond een uurtje of 3:30 kreeg ik echt heel veel pijn. Nou, we hebben uiteindelijk 8 ziekenhuizen gebeld en alles was vol. Ik kan niet slapen als mijn zusje niet aan het puffen is en aan het... Het is mooi. Ach, maar die was knap van jullie. Huh? Ik ben echt mega verliefd. Alle clichés waar, vreselijk. Ik ben alleen maar te huilen. Ik zeg het mooiste wat er is. Nou, welkom bij weer een nieuwe vlog. Wij zijn helemaal in een roze wolk, of op een roze wolk, want... Livia Love Lamont is geboren. En in deze vlog gaat het allemaal de kleine Livia. Sommige meisjes van jullie hadden het al een beetje gedaan daarna, maar dan net niet helemaal correct. Ja, iedereen dacht eigenlijk Olivia. En dat was ook eigenlijk wel een naam die Jam en ik altijd ook in gedachten hadden. En we hebben eigenlijk gewoon verkort naar Livia. En Love, ja, ik ben altijd van de Love geweest. Overal Love, Love, alles Love. Dus dat... Paste echt perfect eigenlijk bij de voornaam. Dus vandaar dat we eigenlijk die naam hebben besloten samen. En jullie gaan de bevalling zien. Natuurlijk niet alles, maar wel heel veel ins en outs. Hoe wij erop reageren. Tranen van geluk. Hoe het is om mama te zijn. Tante te zijn. En alles eromheen. En Marie moet geven iedereen bedanken voor alle felicitaties. Ja, ik wil jullie allemaal bedanken voor alle lieve felicitaties die Jamie en ik hebben gekregen voor ons liefste meisje. En jullie gaan haar nu voor het eerst een beetje wat beter zien in deze vlog. Dus ben je benieuwd? Blijf kijken en abonneren. Love. Love. Kleiners, kleiners, kleiners. Kijk, dat zie je het kopje. Oké, het is nu 2:19. 14 oktober. En wat gebeurde er, jongens? Jullie en Frank. Mama, de vluchtwater is gebroken. Ik heb het helemaal gedweld. Ik heb niet gefilmd. Ik dacht, ja, moet ik dat nou filmen? Maar het schijnt dus dat 10% van de vrouwen vluchtwater verliest. Zo heftig als films. En daar zit ik dus bij. Ik lag in bed, ik voelde opkomen. Ik ga staan in de badkamer en alles. Wat ze uit? Dat is heel spannend. Dus ik ben nu echt te excited. Ik hoef als er niets aan de hand is gewoon pas voor de ochtend nog los kunnen gebellen. En ik heb nog geen pampen. Dit is dan denk ik mijn laatste filmpje met de baby belly. En ik hou jullie natuurlijk op de hoogte. Ik heb net lekker gedoucht. Mensen zijn wel gek verklaren. Beentjes geschoren. Ik ga jullie op de hoogte. Mama reageerde meteen en Sjoen en mee slapen gewoon nog steeds door. Dus zoals jullie kijken, top. Ik heb nu appjes. Als ik dus niet aan het bevallen was, hadden ze niets door. Oké, ik ga proberen te slapen. Oké, het is nu 6:30 en sinds 1:15 hebben we niet geëffend dat vliezen zijn gebroken. En ik kan gewoon niet slapen, dus ik ga gewoon lekker uit bed. Ik mag er toch niet bij zijn, maar ja. Ik kan niet slapen als mijn zusje niet aan het puffen is en aan het bevallen. Nou, niet aan het bevallen nog, want ze is nog thuis. Maar goed, ik krijg continu appjes van mijn moeder, dus ik ga echt niet in bed liggen. Dus ja, helaas mag ik er niet bij zijn door corona. Dus ik vind het super irritant. Maar ook een soort van een beetje boos of zo momenteel. Ik denk, ja, hallo. Hoe zit ik op de gang? Maar dat mag niet eens. Stap het door, maar goed. Dus ik ga lekker eruit. Iedereen is wakker. Mike is wakker, Stinkie is wakker. Romee is ook wakker. Dus iedereen is eigenlijk wakker. Dat is smeerkaas, ja. Maar ik weet niet wat smeerkaas is. Nee, maar iedereen weet toch wat smeerkaas is? Ik lig nu op de bank. In slaap van val in slaap. Maar ik moet lekker een broodje voor me aan het maken dus. En ik vroeg of je een broodje smeerkaas wilde maken. Dat broodje. Mannen. Maar hij wist dus niet wat smeerkaas was. Hij dacht smeerworst. En hij zocht natuurlijk. Hoe leuk. Lekker op de bank. Zachtjes, Stink. Zachtjes. Hi, liefde. Heb je het al gesmeerd voor me? Nee. Wil je nog een broodje op? Nee, ik wil gewoon dubbel gevouwen. Zit ik dan een broodje aan het eten van Marie aan het bevallen is een soort van... Nou, papa is ook thuis nog, want niemand mag erbij zijn. Daar zijn ze wel mee over. Ik ben een beetje boos ben eigenlijk. Nee, dat mag ook niet, schat. Dat de verloskundige er is, dan word je weggestuurd. Mag er niet bij zijn. Irritant. Dat altijd met Marie, met alles. Met de piercing zetten, tatoeage zetten, prikken. Maar goed, nu niet. Ik hoop dat bij mijn bevalling gewoon iedereen erbij mag zijn. En langs kan komen in het ziekenhuis. Dat is een heel belangrijk moment geweest. Ja, vind ik wel. Ik ben er altijd bij. Maar ja, je moeder en partner gaan natuurlijk voor. En mazzel is, ik heb James gisteren een kaartje laten schrijven. Of vandaag een kaartje laten schrijven. Of eigenlijk gisteren, het is een nacht. Voor Marie, want ik ga het hele huis versieren met de Hippie Parade. En de fam. Net op tijd. Nou, ik ga even verder. Het is mooi. Ach, maar die was knap van jullie. Heeft ze heel veel haar? Heeft ze donker haar? Ja. Schattig. Huh? Wat is het met jou? Je vond het neusje, mondje, hè? Wangen, kindje. Hé, meisje. Je ogen open doen. Hé, hey, liefje. Er ligt in één keer in. Liefje.
Goed gedaan. Hallo. Een kopie van papa. Wil je? Ja. Wil je dit? Nu ook nog steeds zijn handjes in hun gezicht. Ja. Oh, je bent zo'n papa. Hebben we hier een assistent? Ja. Ze is zo bol. Ja. Oké, Marie, vertel. Wanneer is Livia geboren en hoe is de bevalling verlopen? Ja, nou, ik was nog de vrijdag 13 november was ik nog naar de verloskundige praktijk geweest. Omdat ik het gevoel had dat ik moest worden ingeleid die week erop. Aangezien ik nog niks voelde. En ik had hem gevraagd van, kan het zomaar komen? Ze zei, ja hoor, het kan zomaar komen. Nou, net heb ik het heb afgeroepen. Die want vrijdagnacht om 7:30 braak ik mijn vlies. Dat heb ik ook voor jullie gefilmd. Dus eigenlijk zaterdagochtend. Ja, zaterdagochtend. En ze zei, neem een paar paracetamol, dat had ik genomen. En ze zegt, val maar weer in slaap, want het kan mega lang duren. Dus ik denk, nou prima, ik ga Je appte mij heel enthousiast. Heb je dat filmpje ook erin zitten in de vlog? Maar ik heb nog helemaal leuk gefilmd dat ik helemaal aan het douchen ben. En mijn benen heb geschoren en ik nergens last van. Nou ja, dat was dus een hele leuke, spontane Marie. En toen daarna heb ik niks meer gehoord. En toen rond een uurtje of 4:30 kreeg ik echt heel veel pijn. Dus ik had aan Jaime gevraagd om een verloskundige te bellen. Want ik heb geen idee natuurlijk hoe een wee aan hoort te voelen. En of ik echt een aansteller was, omdat het echt weeën waren. Dus toen zei ze, ga timen. Als het om de 2 minuten een uur lang is, dan kom ik pas. Nou, het was om de 1:20 had ik een wee. Een uur lang. Dus toen kwam ze. Om de 20 seconden had je het. Ja, en ik had een weeënstorm. Ik had maar geen pauze ertussen. En ik denk, als ik nog maar 1 centimeter ontsluiting heb, dan ben ik echt een aansteller. Maar ze kwam en ik had al 3 centimeter ontsluiting. Dat is best wel snel binnen 2 uurtjes. Ja, normaal is het volgens mij 1 centimeter per uur, zegt ze ongeveer. Ja. Dus ik heb tot 8:00 in de ochtend heb ik het volgehouden thuis, zodat ik 5 centimeter ontsluiting. En nu komt de hel. Ja. En toen dachten we van, nou, bel het ziekenhuis. Ik wilde graag naar Haarlem. Maar die was helaas vol. Nou, toen dachten we, nou, prima, het is er moeten zijn. We bellen Beverwijk. Want dat is onze optie nummer 2 was dat. Ook vol. We hadden Amsterdam uit Eindhoven gebeld. Vol. Amstelveen was vol. Nou, andere Amsterdam was vol. Nou, we hebben uiteindelijk 8 ziekenhuizen gebeld. En alles was vol. En dan last but not least hadden we Alkmaar gebeld. Nou, je hebt ook nog 45 minuten wachten. Dus je had allemaal ziekenhuis gebeld. Ja. En toen ging je verloskundige bellen. En na 45 minuten wist je pas dat je naar Alkmaar moest. Ja. Met weeën. Met weeën. Dus wij gingen om 8:30 eindelijk in de auto naar Alkmaar. Ik heb echt al mijn weeën weg moeten puffen. En eenmaal in het ziekenhuis had ik al 7 tot 8 centimeter ontsluiting. Dus het ging mega snel. Ik was daar rond 9:30. Ze zetten me op de monitor. En dan gaan ze even het hartje luisteren. Kijken of ik wel morfine mocht krijgen. Ik wilde uiteindelijk toch een pompje. In plaats van een ruggenprik. Een ruggenprik vond ik zelf nog heftig. Vond ik ook eng. En ik wist ook niet of de anesthetist tijd voor me had om die ruggenprik te doen. Je was ook al ver. Nou, die ben je ze niet mee eens. En aangezien ik al zo ver was met mijn ontsluiting, kon het ook niet meer. Dus toen heb ik uiteindelijk een morfinepompje gedaan. En om 12:19 hoorden we dit geluid. Alles geboren. Dus uiteindelijk van 2:30 s'nachts tot 11:45 bezig geweest. Was ze er. Wil je die laten zien? Oh, je kleine krampje. De baby is nu 11 dagen is ze nu. Vandaag? Ja. Nou, als jullie deze vlog kijken, is ze alweer 2 weken en een dag. Daar is ze hoor. Hallo. Oh, ze heeft haar oogjes zelfs open voor de kijkers. Hallo. Oh. Hoe zoet. Hallo. Dit is Livia Love Lamaan. Ja. Dat is de kleine Hummel. Ze is met heel veel haar geboren. Oh, ze is zo moe. Ja, dat is haar leven. Dus we hebben nu opeens gewoon een baby. En hoe zou je de bevalling in 3 woorden omschrijven? Oké. Okay. Heftig. Wel heel bijzonder. Heftig, bijzonder. Intens. En, ja, intens misschien wel. Oh, mooi. Maar, je vond de bevalling zwaar, maar omdat heel veel mensen er zo negatief over zijn. Ja, ik had wel veel erger verwacht. Omdat je eigenlijk, als je aan iemand vraagt wat je bevalling, zeggen ze allemaal... Het is hel. Nou, dat vond ik niet. Ik vond geen hel. Maar ik vond het wel heel heftig. Het was wel echt pijn dat ik dacht van... Oeh, die heb je nog nooit eerder gevoeld natuurlijk. Nee. Maar je zei wel, het was heel pittig, maar niet zoals iedereen het zei. Nee. Is je nou op je kampjes? Of heb je gewoon honger? Ik denk dat je honger hebt. Oh. Ja, gewoon honger. Dus ja, ik vond het vrij heftig, maar het was wel gewoon te behappen. En wie was er bij de bevalling? Nou, mama ging mee naar Alkmaar. Alleen aangezien het een andere regio was, mocht zij niet bij de bevalling zijn. En Gilles en Romee ook niet. Dus uiteindelijk hebben Jaime en ik het met z'n tweeën moeten doen. En in het begin vond ik dat een beetje eng, maar uiteindelijk vond ik het wel heel mooi. Dat we het met z'n tweeën voor elkaar hebben gekregen. Ik heb gewoon oogjes open, ik heb nooit oogjes open. Daar is jullie. Ja. Nee, dus ze hebben het eigenlijk met z'n tweetjes gedaan. Ja, en we... Voornamelijk...
Kwart over 12 is geboren. Ik heb lekker daarna gedoucht, gegeten. En 2:30 zaten we in de auto richting huis. Ze zeiden van, willen jullie weg? Willen jullie weg? Ik zei, ja, ik wil gewoon de baby aan James' ouders laten zien. Naar Jules en Romee en mijn ouders. Mocht het niet trouwens, jongens, voordat ze daar... Dus we waren 2:30 onderweg. Eten. Eten? Ja. Maar ja. Oké. Mom live. Nee, dus Tom... Omdat de verloskundige was, mochten we nog niet langs. Dus we hebben ze even rust, met rust gelaten. En nu zijn we er volop. Nou, niet volop. Om een dag, een uurtje of zo. En dan eens even krampjes. Ik denk even eten geven, even pauze. Ja, is goed. Nee, ze zeggen nou gewoon nee. Ze zeggen nou gewoon nee tegen mij. Kom maar vast. Pak me maar vast. Oh, hartstikke goed. Het is even een slag of zo die je moet hebben. Ja. Je bent ook altijd zo bang dat je iets verkeerds doet. Maar dat... Zit hij zo goed? Ja, vind ik wel. Ja, ik zou hem wel verder doen. Nog even, in ieder geval over de oortjes. Helemaal... Kinderen vliezen ook altijd heel veel warmte via het hoofdje. Wat een mooie dame ben jij. Zo? Oh, toch geweldig. Joh, goed gedaan. Ja. Top. Mama laat zien. Ja. Eerste keer dat je het vasthoudt. Ja. Oh, je bent wel stoer. Ik ben hem aan het huilen. Kijk nou. Nou. Wow. Schattig. Nou, ik wilde dit wel voor jullie vloggen. Ik heb mijn camera vergeten en alle pijn en hectiek, dus ik doe nu mijn telefoon. Maar dit was echt... Ik ga jullie van mijn verhaal natuurlijk nog vertellen. Ik zeg het mooiste wat er is. Ja. Ze heet dus Livia La Flamand. Ik ben echt mega verliefd. Alle clichés waar, vreselijk. Ik ben alleen maar te huilen. Jij wist nu de Maxi Koos pakken. Ik ga zo douchen en dan kunnen we al naar huis. Het was echt ja, heel snel gegaan allemaal. En ja, het is echt mimimi van Jij. Echt. Ik ga niet meer huilen. Oh. Het is zo onbeschrijfelijk. Ik vind pijn. Maar het is het allemaal zo waard. Hé? Kijk hier nou. Dan gaan we naar huis. Maar net of je nooit anders hebt gedaan, lief. Ja, ja. Zo, denk ik. Dat is nou goed, hè? Ja. 1, 2. Dat is nou goed, hè? Het is gepakt. De rolstoel staat klaar. Hier gedoucht. Dit was onze kamer. Wat is papa Jaime natuurtalent? Wist je dat, Marie? Nou, ik had wel altijd geweten. Jaime en ik wilden eigenlijk al langer geleden al beginnen aan kindjes. Maar met Reiners kon dat gewoon fysiek nog niet. Omdat we ook nog geen goed team hadden en waren gewoon veel te druk. Nou, we hadden wel een team. Geen goed basisteam. Dat wij nog niet zoveel doen. Omdat we nu allebei zwanger kunnen zijn en zeg maar nooit meer terugkomen. Nee, dat we nu zouden gewoon van kantoor gewoon een paar weken wel weg kunnen gaan en weten dat het goed komt. Dat hadden we in het begin niet. Dus ik wist wel al dat hij er altijd voor gemaakt zou zijn. En ik vind het heel ontroerend. Ik heb ook filmpjes laten zien in deze vlog dat hij daarna voor het eerst aankleed. En ben ik alleen maar aan het huilen op de achtergrond. Ja, Jaime is echt goed. Maar dat heb ik ook al gedacht. Dus Jaime is echt een toppapa. Lief, en Jaime? Heel lief. Ze vertelt dat ze zoveel op Jaime lijkt. Waar zie je dat aan? Nou, maar niet. Nee. Nee, oké. Ze werd geboren. En toen dacht ik echt van, wow, dit is echt een mini Jaime. Gewoon aan het haar, aan de vorm van de ogen, de wangen, de neus, de lippen, eigenlijk alles. Gewoon een hele lieve en alles. Jaime. En naarmate nu ze wat zegt, voor natuurlijk zo wordt ze eruit geboren. Ze staat nu wat, ze is wat zachter. Ze lijkt steeds meer op jou. Zachter in het gezicht. Ze was met zwart haar geboren, dus ze krijgt nu een beetje iets lichter kleur haar. En ze heeft ook wel een beetje lichte oogjes. Nou, nu wel weer bruin. Oh. In ieder geval, als je sommige foto's ziet, ja, dit is sowieso echt Jaime. Ze zeggen, dit mooiend gedeelte van mij en de rest van Jaime. Nee, want dit inhammetje, dat is ook Jaime. Maar ik vind als je sommige foto's ziet, echt ook de ogen echt Marie. Ja. Een beetje dus het is gewoon echt een hele goede mengelmoes. Maar ze lijkt wel meer op Jaime dan op mij, dat wel. Ja, maar ik vind wel dat ze steeds meer op jou gaat lijken. In het begin zag ik echt heel no en nu denk je van nou. Het is ook voor mij gelukkig. Ja. De naam vond iedereen super mooi. Hoe hebben jullie die gekozen en hoe zijn jullie er opgekomen? Nou, we hadden eigenlijk altijd, Jaime en ik, vonden wij Olivia een hele mooie naam. Echt al 10 jaar. Nou, niet 10 jaar. Dus gingen jullie net maar zeggen de laatste 5 jaar. Wel, ja, wel echt dat we dachten van als we ooit een meisje krijgen, vonden we Olivia heel mooi. Alleen, we gingen toen een beetje op internet kijken en overal in de top 3 stond Olivia. Niet dat ik dat probleem mee heb hoor. Dus als je kind Olivia heet, prachtige naam. Maar wij vonden dat dan toch een beetje jammer. Dus we dachten, wat kunnen we eraan doen dat je wel onszelf de klemtoon houdt. Maar toch korter, dus toen hadden we eigenlijk de O gewoon eraf gehaald. En dan krijg je Livia. Iedereen zegt ook Livia.
Maar het is echt Livia van Olivia. Livia. Dat vind ik zo vervelend. Staat ook geen IE. Nee, Livia. En love is eigenlijk omdat Marie, ja, die heeft de love kettingen. Die heeft al haar hele leven iets met het woord love. Dus eigenlijk als eerste naam was het misschien iets te heftig. Vonden we zelf. Dan zou ik wel ook mooi wel gevonden hoor. Maar dit is wel iets toegankelijker. En ik vind het ook leuk dat je Livia eventueel kan afkorten naar Liv. Of dat je dan... Ik noem haar Lilo. Lilo van love. Lilo. Ik vind het echt leuk, Lilo. En ik vind het gewoon heel mooi klinken. Gewoon dat je dezelfde tweede letter hebt als de eerste voornaam. Zeg maar gewoon LL. Nou, ik vind Livia love Flamand ook heel mooi klinken. Ja. Oké, ik ben niet meer, ik heb niet meer gefilmd sinds Marie is bevallen. Het komt een beetje doordat ik er een beetje boos over was. Boos, misschien niet het goede woord. Nou, in ieder geval, door corona nu natuurlijk, want ik snap alle maatregelen en bla bla bla, dat hele verhaal. Mocht er niet bij zijn. Dus het is nu zondag en ze is gisterochtend bevallen en ik heb de kleine nog niet gezien. Omdat als ze verloskundige is, dan mag je niet langs. En toen was het al inmiddels zo laat dat Marie natuurlijk moe was. Die zegt, natuurlijk mogen jullie komen. Maar ik denk, ja, het ook een beetje aan Jaime en Marie denken. Dus het is allemaal een beetje onpersoonlijk. Het hele leuke van als je gaat bevallen en je familie staat op de gang te wachten. En dat ze dan daarna allemaal komen kijken of je kindje komen bewonderen. Op de bevalling zelf ging alles zo snel dat ze ook niet kon facetimen. Op het laatste moment mocht mama niet eens meer naar binnen. Dus het is allemaal een beetje gek gegaan. En ja, omdat je het is natuurlijk ook net bevallen. Dus dan ben je sowieso niet veel op je telefoon of heb je er niet veel behoefte aan. Ze hebben allebei heel erg hun best gedaan om contact te houden. Maar het voelt nog niet echt. En voor haarzelf ook niet hoor. Want ze vindt het zelf ook niet leuk. Dus we gaan straks voor het eerst langs. En dan ben ik eigenlijk heel benieuwd naar die kleine. Ik denk wel dat ik ga huilen. Want ik ben een emotioneel wrak momenteel. Want normaal doe ik altijd alles samen met Marie. Samen piercing zetten, samen boodschappen doen, samen plassen. Nog net niet. Maar ik bedoel, samen werken. Dus het is gewoon heel raar dat ik bij dit moment niet... Ik hoefde niet per se erbij te zijn, zeg maar, bij de bevalling. Echt in de kamer. Maar niet gewoon op de gang kon wachten. En dat ik af en toe gewoon even kon kijken hoe het met haar ging. Want ik zag nu af en toe dat ze echt gewoon wel echt het zwaar had natuurlijk. En dan kan je gewoon helemaal niks. Want je mag ook niet langskomen, zoals zou je dat willen. Dus goed, ik ga nu even mijn spulletjes opruimen. Ik heb hele mooie ballonnen voor haar geregeld. Alleen door corona kon ik die dus ook niet af laten leveren. Want er mag er dus echt niemand naar binnen. Omdat dus al die verloskundige er was. Dus ze wordt pas vandaag gebracht. Onwijs trots op ze. Want ze heeft het onwijs goed gedaan. En Jaime heeft er heel goed mee geholpen. Maar ik ga dus ook pas straks alles horen. Want ik weet nog niet eens hoe lang ze is bijvoorbeeld. Want het is allemaal zo gek en snel gegaan. En naar huis. En dus ik ben wel straks blij als ik eindelijk bij mijn zusje ben. En dat ik eindelijk een soort van gevoel heb dat ons eerste nichtje Livia is geboren. Oh, dit is wel handig voor de vlogcamera. Wat? Oh nee, toch niet. Ik denk dat je op leunen. Ja. Wil je de meter uitzetten? Maaike, ik zijn allebei in het crème. Ja. Als je niet kleurenblind bent, dan heb je mijn meter uitgezet? Ja? Hier, dat wordt vergeten, jongens, staat op film. Ah. Je ziet er slecht uit. Helemaal niet, daar maak ik erover op. En echt zie ik er beter uit. We gaan naar kleine Livia. Elisabeth! Hey, Dun. Hoe gaat het? Goed, hoor. Kleine Livia zien. We zijn onderweg naar de baby. Very excited. Ik heb nog steeds niet Livia gezien. Nee, ik ga nu voor het eerst heen. Oké, we zijn nu op mama aan het wachten tot ze instapt. En die heeft dus wel al kleine Livia gezien gisteren. Had je er geappt? Had je mijn moeder geappt, Mike? Well, ja, had ik geappt. Ja. Je maakt het net of je aan het rijden is. Maar schat, ze weet dat we niet een Amerikaanse auto hebben. Oh, ik ga de lampjes even veranderen. Naar roze. Dat is wel leuk, ja. Nou, mam, doe even de camera uit. Nee, wacht even. Ik moet nog wegrijden, hè. Wat? Godzal. En moet je dit eruit knippen, dan lijkt het echt op wegrijden. Ja, dat denk ik ook. Ik ga mijn moeder even appen. Dat heeft ze vast en zeker niet gelezen. Ze heeft het niet gelezen, Mike. Ja, wat kan ik eruit doen? Ja, oké, maar dan blijven we wel lang wachten. Likitang! Likitang. Ja. Wat is dat? Mijn lievelings Pokémon. Wat? Likitang? Likitang. Of Jigglypuff. Jigglypuff! Maya. Pikachu! Bonjour! Bonjour! Hallo! Wat? Mike doet net of hij wegrijdt voor de vlog. Are you ready, Mike? Ja. Even. Kan ik? Steady. Kan ik? Ja. Nee. Zet je rem er nog op? Ja, even wachten. Ja, mooi. Hup, in zijn drive. Ja, hij is dus 1 seconde lekker en daarna niet meer. Wil je hem dan? Het wordt zo'n glibberige substantie. Oh, we gaan naar Livia. Ja, ik wil jullie reactie gewoon zien. Ik vind dat die corona had zoveel van dat soort dingen tegen. Ik denk dat ik heel erg ga huilen, omdat ik gewoon ook een beetje boos ben op alles. Waar ben je boos op dan? Nou, dat we gewoon, nou, toen die corona, dat je gewoon niet kan zeggen, nou, kom er nu aan. Ja, dat bedoel ik dus ook. Dus ik kan jullie reactie helemaal niet zien, genoeg zijn. Nee, ik vind
boos is niet het goede woord, maar het is gewoon... Dat wordt allemaal afgenomen. Het is niet familiair. Klote ziekenhuis niet easy. Nee, dat bedoel ik. Het is toch allemaal achterlijk. Maar ik snap het. Ik zeg niet dat ik het niet snap. Maar ik vind het gewoon voor mijn gevoel. Ik doe alles samen met Marie. Dan ben ik godverdomme niet eens bij de bevalling op de gang geweest. Nee, dat is heel vervelend. Het is heel vervelend. Aan de andere kant mogen we heel blij zijn dat er een kamer gewonnen was geworden. Ja, dat wel. Naar 8 ziekenhuizen, hè, Mike? Ja, bizar. En oh. Maar gewoon je haar gewoon. Maar gebeld, toch? Dat ja, dat heeft een verloskundige gebeld. Oh ja. Maar er is geen plek, sorry. Alles vol. Oh, ik dacht dat hij iets sneller reed. En dan weer de volgende. Nee, sorry, alles vol. Maar ook heel veel ziekenhuizen zijn natuurlijk dicht. En personeelsleden ziek. Ja. En door de corona, is er gewoon als niet je zoveel... terugtelt, weet je precies wanneer de corona begonnen is. Er zijn heel veel mensen heel veel gezellig bezig geweest. Er komen coronababies. Ja. Ja, nee, dat ook. Ja. Maar ik vind gewoon dat hele gevoel. Niet dat ik per se in die kamer wilde staan, maar gewoon op de gang. En als het dan is dat je met z'n allen naar binnen gaat, ik heb niks meegekregen. Ik weet niet eens hoe lang ze is of hoe ze eruit ziet. Het is toch raar? Maar ze is veranderd, Sjoe, al. Ja, hè? Foto. Zit ze, hoor. Ah. Met die kleine. Oh. Je handjes. Jullie is nu niet af te slaan. Zo, ik dacht ik geef jullie even een update met hoe het met mij momenteel gaat. Het is echt een rollercoaster. Ik ben zaterdag bevallen van Livia. Het is nu zondag. En wauw, het is echt... Ik ga het voor jullie nog helemaal concreet opnemen hoe ik me voel, hoe het is gegaan. En het is één rollercoaster van emotie. Ik ben heel erg aan het huilen. En ik wil jullie heel erg bedanken voor alle lieve felicitaties. Het is uiteindelijk echt wel een goede bevalling geweest. Dit is mijn buik. Echt na... een dag van de bevalling. Het is wel echt enorm aan het slinken, maar het buik zit inderdaad nog steeds. En dan hebben mijn ouders en Sjoerd mee. Ik heb daar natuurlijk zoiets moois geregeld voor ons. Kijk nou, met haar naam. Echt, we zitten echt letterlijk op een roze wolk. Dit heb ik ook van Jaime gekregen. Ik heb een heel mooi cadeau gekregen, ook van Jaime. Voor de geboorte. Ik zal mijn best heb gedaan. De initialen van ons meisje. Ze heet Livia Love. En het is echt zo nieuw allemaal. Kijk nou, leuk. Dus ik ga jullie snel binnenkort meenemen. Dit heeft Chantal voor ons in orde gemaakt. Ja, Julie, hoe voelde jij je? Ik heb hier meegekregen. Julie voelde zich ellendig. Ja, ik vond het heel frustrerend. Dat is het goede woord. Ja. Het is gewoon heel raar dat je weet dat je zusje gaat bevallen. En dat iedereen natuurlijk, of iedereen, jij en mijn mama, heel druk ermee bezig zijn. Dat je dan om het half uur, drie kwartier een appje krijgt met 2 centimeter ontsluiting. 3. Ze is nu douchen. Gaat goed. En voor mij ging de tijd echt super snel. Maar ik zat gewoon thuis. Je mag niet naar het ziekenhuis om op de gang te wachten. Want anders kan je ook nog wel even... Ja, dan heb je zelf nog wel een beetje door hoe het gaat. Krijg je nog wel een beetje meer mee. Nou ja, dus ik heb Marie gewoon niet gesproken. En omdat wij eigenlijk altijd alles samen doen. Gewoon van piercing zetten tot... Nou, bedrijf, noem het gekste alles. Maar op. Vond ik het heel raar dat ik hier niet bij mocht zijn. Dus voor mij was het heel frustrerend om thuis te zitten. Voor Romeo ook. Maar Romeo en jullie zijn altijd samen. Dus voor jou is het nog irritanter. Denk wel dat Romeo het ook heel vervelend vond. Ja. En dan helemaal als het is geboren. En dat je niet meteen langs mag komen. Want dan is de verloskundige er. Kraamverzorgster. Maar goed, ze is er en ik ben blij dat alles goed is gegaan en dat alles gezond is. En dat ze er nu hier zo zitten. En dat we er gewoon mega van kan genieten allemaal. We hebben nu wel meer dat Shield nu ook niet kan wachten op de baby. Ja. Meer echt een drang dat je denkt, oh mijn god, hoe zal hij eruit gaan zien? En Romee is als laatste, dus die heeft helemaal denk ik zwaar straks. Maar ik zei wel, wij zijn al zwanger. Dus ik denk, als je nu dit zou meemaken en je bent nog niet zwanger en je moet nog beginnen, dat het dan nog irritanter is ofzo. Ja. En voor mama, ja, die mocht natuurlijk op het laatste moment niet mee. Maar ja. Ja, vervelend. Ja, we zijn natuurlijk wel een hele hechte familie. Dus we vonden het allemaal niet leuk. Papa vond het ook niet leuk. Nee. Maar ik vond het zelfs niet leuk. Nee, normaal gesproken had ik jullie wel echt in de gang gewild. Ja, en nu nog steeds niet. Nu is nog steeds de familie niet langs geweest om die kleine te bezoeken door corona. Doen wij en Jim extra voorzichtig natuurlijk. Ik heb nu echt alleen onze ouders en onze zussen. En dat is het dan eigenlijk? En dat is het. Ook gewoon omdat de weerstand nog zo laag is. Ik wil ook geen risico nemen met corona. Je weet ook niet wat je met je baby doet. Heel eng. Dus de eerste 2 weken tot een maand wil ik echt gewoon niemand eigenlijk er verder omheen. Dus dat eigenlijk. Dus het is nog steeds heel raar. Ook voor de andere families denk ik. Maar iedereen is natuurlijk, iedereen begrijpt het. En iedereen is super blij dat die kleine er is. En dat we nu gewoon al een beetje weten hoe ze eruit ziet. Ja. Zo, even een update van mij. Nu dinsdag. Ik ben zaterdag bevallen. De kraamzorg is net weg. Die is er van 9 tot 2. En mama komt nu even langs met een kippensoepje te brengen. En ik wilde even aan jullie dit geweldige ballonnenmuur laten zien. Dat heeft Hip Hip Hooray voor ons geregeld. Mooie bloemen erbij van Jasmijn Bloembinders. Al die hartenballonnen. Ik heb van iedereen bloemen gekregen, echt. Ze zijn voor ons zo geliefd. De hondjes. En dan ga ik nu even naar ons lieve jaartje toe. Ik zeg niks, want Jaime slaapt nog. Kijk of ze al wakker is. Het is echt ongelooflijk.
Het is echt mini-lief van Jijn. Nou, het valt nog mee hoe moe ik eruit zie, vind ik. Het zijn wel rusteloze nachten, maar op zich is zij zo makkelijk. Ik geef borstvoeding en ze is echt... Na de bevalling was ze al meteen heel happig en ik heb hele goede voedzame borstvoeding. Dus het gaat helemaal top. Ze komt zelfs aan in plaats van dat ze afvalt de eerste paar dagen. En mijn buik is helemaal ook aan het slinken. Ik zie nog helemaal die navel zo. Maar... ik vind het herstel wel echt heftig hoor. Ik zelf had daar nog niet echt heel veel research naar gedaan. Dus dat wil ik ook met jullie meer gaan delen hoe ik me nu momenteel voel. Ik ben helaas ingeknipt, dus ik heb hechtingen waar ik heel veel last van heb. En ik heb echt hele topkraamverzorgster. Dus ik heb echt maand en maand in de vriezer. Alle tips zijn allemaal welkom. Dus ik ga jullie daar een beetje meer meenemen vanaf nu. En ook met de voedingen en hoe Livia ze doet. Het is zo gek dat je gewoon nu een dochtertje hebt, Livia. En dat ik einde mag delen met jullie. Kijk nou hoe leuk, dat is van mijn ouders gekregen. Een shieldje. Oh, vind je die leuk? Deze heb ik van kantoor gekregen. Zo schattig. En daar ligt ze dan. Ja. Mama en ik zijn Marie de kerstboom. En James de kerstboom. En Livia de kerstboompje. Ah, dit is van Sheeran. En jij heeft een roze hoodie aan. De wonderen zijn er weer opnieuw uit. Nou, de kerstboom staat weer. Maar die ligt met die kleine op de bank. Van de hondjes. En Mamsie heeft onwijs veel bloemen gekregen. Dat is niet normaal. En kaartjes. Bloemen. Dus hoe gaat het nu? Livia is nu 2 weken als jullie deze vlog bekijken, toch? Ja, Livia is echt de meest makkelijkste baby ever. Ze slaapt, ze eet en ze poept. Ze is zelfs boven het gewicht al. Ze was binnen 7 dagen boven het geboortegewicht. Dat is ook echt mega knap. Ik geef borstvoeding. Tot nu toe gaat het heel goed. Ik had wel onderschat dat het best wel veel pijn doet. Nog steeds. Maar het gaat wel steeds beter. Maar die ondervindt nu alles. Dus ik... Ja, gaan we nu ook steeds meer, denk ik. En qua herstel had ik het ook onderschat. Daar hebben de meeste mensen het ook niet over. Eigenlijk na de bevalling. Ze hebben het eigenlijk alleen maar over de bevalling zelf. Maar ik vind het herstel eigenlijk zwaarder als de bevalling zelf. Ja, dat zei je ook inderdaad. Omdat ja. Bevalling is gewoon een momentopname. Echt mega veel pijn. Maar als de baby eruit is, ja, dan is het eigenlijk wel zo goed als die pijn. En die adrenaline, als je zo hebt, dan denk je, oké, prima. Maar daarna moet je wel echt aansterken. Je buik voelt leeg, omdat je baby natuurlijk heeft ingezeten. Nou, je borsten hebben opeens melk tot hier tot Tokio. Ja, het hart. Die op spanning staan en stuwingen. En dan... Zelf ben je fysiek gewoon ook echt wel En dan heb je ook nog kraamtranen wat erbij komt, emotioneel. Dat heb ik nog niet heel veel gehad eigenlijk. Maar wel tijdens bevalling. Ja, toen de ballonnen kwamen. Ja, toen was ik wel huilen. Maar niet dat ik nu in bed zit dat ik opeens moet huilen. Dat heb ik nog niet. Nog niet. Maar het is ook echt allemaal nog wel vrij recent. En ik had ook heel veel vragen over hoe mijn buik eruit zag. Dus dat ik zo misschien zou laten zien. Ja, op zich al best wel... prima. Ja, ik had dus wel onderschat. Ik had te weinig onderbroek voor mezelf gekocht. Omdat ik dacht, ja, wat zuur is er nou? Hoeveel onderbroek zou je nodig hebben? Dus ik heb James onderbroek aan vandaag. Maar dit is mijn buikje nu. Ja. Dus dat is prima. Ja, ik heb nog wel die navel. Maar ik bedoel, we zijn 2 weken. Dit is nog niet eens 2 weken verder. Want we filmen nu met dat we 10 dagen verder zijn. Het voelt gewoon nog een beetje slap is, maar ik klaag niet. En ik doe er ook eigenlijk nog niks voor. Dus maar het dat is komt prima. Ook wel. En tot nu toe met de borstvoeding gaat het zo snel. En ga je gelukkig gezond eten weer, sporten. En dan, is het eigenlijk gewoon prima. Jullie, hoe is het om je zus als mama te zien? Ja, eigenlijk vind ik bij Marie niet gek. Ik vind bij Romee niet gek. Ik vind bij Marie niet gek. Ik denk dat ik het bij mezelf gek vind. Dus nee, ik vind het niet raar om Marie als mama te zien. Ook omdat Marie het al zo lang wilde. En ze doen het dus ook hartstikke goed. Ja. Ik dacht wel dat je nog wat heftiger was of zo. Ik vind je best wel heel makkelijk. Niet qua baby ding, maar gewoon qua chillen en als ze een beetje dat je, oh boertje. Ja, verwacht ik meteen naar de huisarts zou gaan. Ja, en dat verwacht ik je met elk dingetje daar zou zitten. Nee, ik denk ook gek genoeg, want dan je eigen kind is, dan voel je het aan. Heel gek. Ja, en jullie doen het samen zo goed. Dus het is heel leuk om te zien, eigenlijk gek niet. Ik heb helemaal geen slapeloze nachten, want ze slaapt, ja misschien heeft ze 3 uurtjes dat ze wakker is per nacht, maar... Dat is ja, op zich niet eens. Op zich niet erg. Dan hou ik in de ochtend in, want ze blijft letterlijk tot 11 uur in bed liggen met mij samen. Lekker huid op huid liggen. Ja, dat is super schattig. En ik mis haar alweer na een paar minuten. Dus je pakt jezelf heel vaak uit bed, maar dan valt ze ook gewoon inslaap in je armen. Dus het is tot nu toe gewoon een hele lieve, makkelijke baby. Ja, ik klop het af. Ja, Marie was dus uitgerekend op 15 november. Ja, ik ben uiteindelijk 39 weken en 6 dagen. Ze dacht, en wat Jaime en ik later hadden bedacht, 14 februari is altijd onze datum, de 14e. En ik vond het wel een mooi idee dat 14 november, dat onze liefje ook is geboren. En ik zou het helemaal leuk vinden als Sheldon ook de 14e. Ze is 12 februari uitgerekend. Dat ik dan de 14e. Sowieso zou ik het zelf leuk vinden omdat het vaderdag is, maar ook omdat het dan dezelfde datum is. Ja, dus dat zou En hoe ik me nu voel,
Ik voel me nu echt wel heel fijn hoor. Maar ik vind het wel spannend worden. Ja. Omdat ik nu weet hoe het bij Marie helemaal gaat. En je wilt dan ook gewoon je baby hebben. En dat je weet, oké. Je bent ook gewoon heel nieuwsgierig nu ook. Ja. En we zijn ook benieuwd gewoon hoe Livia en straks die kleine van Sjoel met elkaar omgaan. Of ze op elkaar lijken. Hoe Sjoel de bevalling weer gaat zijn. Ook weer met corona. Wie er wel of niet weer bij mag zijn. Ik hoop zo dat iedereen erbij kan zijn. Dat denk ik niet. Ik hoop echt Marie, mama, papa. Maar mag jij er ook bij zijn? Want jij wilt er niet bij zijn. Livia erbij. Livia erbij. Nee, maar ik denk dat ik het juist heel fijn vind. Misschien niet op het moment supreme, maar wel echt op de gang. Maar ik denk dat dat nog niet mogelijk is. Nee, dus. Ik denk dat niet. Gaan. En dan, ja, het is wel heel bijzonder tijd dat je je babytje in coronatijd. Maar ik denk dat heel veel meisjes die nu kijken, die het ook hetzelfde hebben. Ja. En ik vind het wel lekker. Het enige voordeel van corona is dat je echt wel kwaliteit hebt echt met z'n drietjes. Ja, want er mag dus ook niemand langskomen. Het heel vervelend is, maar daardoor heb je wel meer rust. Ja, je hebt echt, dat je echt met z'n drietjes even lekker gewoon echt je dag kan beginnen. Lekker in bed, wij dan. En gewoon lekker met z'n drietjes bent. Lekker douchen, knuffelen, ja, dat is ook alweer een mooie kant natuurlijk. Ja, dus dat vind ik wel weer fijn. Dat je echt wel kwaliteit hebt. Oké, dus dit was een beetje de weekvlog. Ja, ik hoop dat jullie het leuk vonden. Ik heb niet de hele bevalling in de vlog laten zien. En in echt het moment dat ik wat meer uitgerust ben. Dus niet dat jullie denken dat dit het moment was dat Livia eruit kwam. Dus dat heb ik wel voor mezelf gehouden. Maar ik heb wel gewoon geprobeerd zoveel mogelijk voor jullie te delen. Ook, ja, is natuurlijk voor mij wennen wat je nou wel of niet wil laten zien. En wat wel of niet kan. Maar ik denk dat er heel veel leuk beeldmateriaal ertussen zit. En wat gaan jullie zien in de volgende weekvlog? Alle voorbereidingen betrekken tot de baby shower. Yes. Yes, yes. En ik denk nog veel meer Livia. Ik denk dat je de aankomende maanden niks anders meer ziet. Nee. Ik hoop dat ik mijn babykamer kan afmaken. Dat er spullen binnenkomen. Maar anders is die week op. Komt nog een hele baby shower en heel veel leuk beeldmateriaal. Dus blijf abonneren en blijf subscriben. En dank jullie wel weer voor het kijken. Love, vriendjes. En we hadden trouwens heel veel vragen over deze trui. Die komt 2 februari. Komt die in de winkels, girls. En we hebben meerdere kleuren en veel meer stijls. Maar dat houden we nog even geheim. Maar we gaan begin december het nieuwe zomercollectie posten. Want dit hebben we al geshoot. Ja, met mijn zwangere buik nog. Dat is vet gek om te zien. En ik was ook al zwanger, maar dat wist niemand. Maar ik was wel 3 maanden al. Ja. Over 3 maanden. Dus keep you updated about the new collection. Doei.